Iedereen mag komen. Je mag zelf schaatsen meenemen. Hier zijn schaatsen te huur. We zien jullie graag. En van Winter Wonderbeek. Woe! Ulvehout on ice. Kom. Jordi, waar zijn we nu? Wij zijn in Ulvehout, bij Ulvehout on ice. Eindelijk na 3 jaar organiseren is het eindelijk open gekund. Van wanneer tot wanneer zijn jullie open? We zijn gisteren begonnen en dan tot 8 januari, dan is de sluiting. Wat gaan we hier allemaal zien? Ja, van alles. Natuurlijk het schaatsen, want daar doen we het voor de kinderen. Maar ook s'avonds zijn de curlingwedstrijden. Curling? Curling, ja, met de stenen op het ijs. Is er een enorme aanwas aan curlers hier in Ulvehout? We hadden plaats voor 40 teams. En die waren denk ik binnen 3 uur uitverkocht. Nee, niet. Er is een wachtlijst om in Ulvehout te komen curlen. Iedereen weet ook de regels dan van curlen? Het was voor ons ook nieuw. Dus we hebben heel toevallig vanmiddag een proefcurling gehad. Ja. En nou weten wij de spelregels ondertussen. Maar wat is dan het leukst? Want jij hebt dus net gecurled? Gecurled. Ja, ik kan mijn haren niet meer curlen, maar op het ijs kunnen we nog curlen. En is het dan het leukst om dan te Ik mag de tips niet geven, maar ik denk dat het is dat je hem op het ijs zet en dan het setje geeft. Setje geven? Jullie zijn een curling team. Ja, nou aanstaande kampioen van de curling. Je moet het goed zeggen. Team. Okay. En heb je dan ook nog tips voor, want ja, curling is voor mij vrij een nieuwe sport. Ik geef niks prijs. En wie schopt er dan? Dat hoeft niet. Het is gewoon zo hard mogelijk stoten. En dat is ons stootijzer. De truc is tegen die boringen weer terug, hè? Dus, het gaat gewoon om bottenkracht. Bottenkracht, dat is het enige. Subtiel, want hoort zo'n ding? Curlingschijf of zo. Ik ben wel. Een barmischijf. Ja, zoiets, een barmischijf. Hoe beter? Ja, zo werkt het altijd. Eigenlijk is de baan al te snel. Het ijs is zo goed, hij is al te glad. Hoe kijkbaar is ze vallen? Is ze vallen met bosjes hier? Het is leuk. Het is superleuk. Ja? Ja. En hoe is het ijs? Goed. Ja? Glad. Ja. Kan nog iemand de kerstgroetjes doen? Mijn moeder. Fijne kerst, mama. En jij dan? Fijne kerst, mama. Zo. Hallo. Wil jij nog iemand de kerstgroetjes doen? Wat? Wil jij nog iemand de kerstgroetjes doen? Fijne kerst allemaal. Ik vind het leuk, heel leuk. En ik ben ook goed in schaatsen. Ik zat ook op ijshockey. En dan ben ik ook heel goed in schaatsen. Kan je even iets laten zien dan? Gewoon snel schaatsen. Jongens, maak vrij. Maak vrij. Ja, nou, oh, daar gaat hij. Oh ja, maar jij ging zo snel. Ja. Het is glad ijs ook hier, hè, in Ulvehout. Ja.